Welkom bij Limburg in Beweging. We gaan starten met de warming-up. We beginnen natuurlijk met stappen op de plaats. Uw benen ongeveer een hoek van 45 graden. En lekker meebewegen met de armen. Leuk dat u meedoet met de yogales vandaag. Met dank aan Carly Tervoren, onze yoga-instructrice die meegeholpen heeft met deze les. Wist je dat met een gezonde leefstijl veel winst te behalen is? Positieve effecten van gedragsverandering zijn het grootste als het gedrag op jonge leeftijd wordt aangepast. Maar ook op oudere leeftijd heeft leeftijdsverandering zeker nog zin en levert gezondheidswinst op voor de ouderen. Zo is bekend dat aanpassing van bewegen en voeding, het verminderen van alcoholgebruik en het stoppen met roken de kans op sterfte van verschillende aandoeningen verkleinen. Zeker die leefstijl aanpassen en lekker fit blijven met Limburg in Beweging. Super! We gaan eventjes door met stap op de plaats. En dan gaan we naar de volgende oefening. En dan gaan we in een brede basis staan. Lekker geaard. En we gaan appeltjes plukken. Dus elke keer die appeltjes plukken. Doe maar mee. Dan hebben we natuurlijk lage appeltjes. Hogere appeltjes. Appeltjes voor ons, appeltjes voor de dorst. Strek maar lekker uit, hakken mogen een klein beetje loskomen. Rustig tempo, dit is nog de warming-up. Zorg dat je telkens goed blijft inademen. Het liefste door de neus in en door de mond uit. Roteer mooi die schouders mee en die romp ook een stukje al. We gaan eventjes door. En de mand is bijna vol. Top! Dan gaan we naar het dansje vandaag. En dat is een second waltz. Mooi waltje om mee te beginnen. Daar gaan we. Hoog en dan wel laag en dan hoog hoog. Uit de hele dansvloer. Heerlijk. Goed, de warming-up zit erop en we kunnen doorgaan met het hoofdprogramma. Onze eerste oefening. Gaan we dadelijk met een hele brede basis staan. Doe eerst de oefening voor. U draait uw voet dadelijk naar buiten. En vervolgens gaat u met gestrekte knieën blijft u houden. Gaat u met één hand langs uw been naar beneden. En met de andere kant gaat u naar de hemel reiken, naar de hemel. Oké. We gaan rustig starten. Voeten wijzen naar voren. U draait de voet naar voren, naar buiten toe. En u zakt langs de knie omlaag. U reikt zo ver als je kunt naar de hemel, waarbij u lekker u rekt. U kijkt naar uw handpalm en in die positie gaan we 3 ademhalingen vasthouden. We komen rustig terug naar het midden. We plaatsen het been terug, dan plaatsen we het andere been naar buiten. We reiken naar de hemel en met de andere zakt u langs uw scheenbeen af. En dan kijkt u in uw handpalm naar boven als dat lukt. Als dat niet lukt qua evenwicht, neem dan een stoel erbij om wat extra evenwicht te bewaren. Ook in die stand proberen we een aantal ademhalingen vast te houden. En dan komen we rustig terug. Voeten weer terug.
en draai de andere been naar buiten. Zak langs de knie af. Reik naar de hemel. En kijk naar de hemel. En rustig doorademen. En dan gaan we naar de volgende oefening. Ik neem dan even een stoel achter mij. De oefening heet ook de stoel. Dus je gaat net doen alsof je op de stoel gaat zitten. Je gaat met de armen dadelijk beide omhoog. Handpalmen naar elkaar toegedraaid. En dan gaan we in deze positie een 3 ademhalingen vasthouden. En dan komen we weer terug. Even nog even pauze. Elke keer tussendoor proberen weer schouderslaag rustig door te ademen. We gaan starten. Dus we gaan in die zithouding, net als we op de stoel zitten. Met die armen omhoog, handpalmen naar elkaar toegericht. En rustig doorademen. Rustig terug. Misschien voel je nog een beetje de benendrag van gisteren, maar dat is pure wens. En dan gaan we weer rustig zakken. En als je op de stoel wilt gaan zitten, maar je gaat net niet zitten, die heeft alleen maar voor de veiligheid er staan. Dan rustig doorademen. En dan komen we rustig terug. En dan gaan we nog één keertje rustig doorzakken. Armen omhoog, handpalmen naar elkaar toegericht, rustig ademen. Oké, dan gaan we de volgende oefening voordoen. Voor mensen die wat graag de stoel erbij hebben voor evenwicht macht had, soms zijn dit toch wel wat moeilijke oefeningen qua evenwicht. We gaan maar een brede basis. Vervolgens draaien we rechterbeen naar buiten, we zakken door de been heen, dan gaan we daarop leunen. En met de andere kant ga die uitstrekken. En je gaat wel 3 ademhalingen op deze manier ademen. Armen lekker ontspannen. En dan komt die weer terug. En dan doen we aan de andere zijde. En vind je wat lastig? Neem dan even wat steun. Eventueel van de stoel. We gaan starten. Brede basis. U draait de voet naar buiten. Dan zakken we als een krijger er doorheen. We leunen op uw knie. En dan gaan we reiken omhoog. Weer de onderste arm te ontspannen en dan gaan we naar de andere zijde. Voet weer terugplaatsen. Dan draaien we de andere voet naar buiten. We zakken door de knie heen. We leunen erop en we reiken schuin naar het plafond. En we gaan weer rustig doorademen. De onderste arm moet gewoon ontspannen zijn, dus niet verkrampen. Probeer te ontspannen. En u maakt dat u best goed moet letten op je evenwicht. We komen weer terug naar het midden. Eén keer naar de andere zijde, we zakken er doorheen, we reiken naar het plafond en rustig ademen. En die maak je ook een stukje balans. En dan komen we terug. En als we het over balans hebben, dan komen we bij de volgende oefening aan onze trekken, want dat is de boom. En voor de mensen die een goede balans hebben, mogen daar op één been gaan staan en als het ware in een vierteken zo de boom gaan uitvoeren. Mensen die wat problemen met het evenwicht hebben, plaatsen de hak tegen de enkel en kunnen op deze manier de oefening uitvoeren. En als dat dan goed gaat, kun je zelf een beetje dat voetje optillen. Oké, we zullen beide varianten uitvoeren. En dan weer 3 ademhalingen en dan wisselen we van zijde. We gaan starten. Handen tegen elkaar. Een beetje op borstkashoogte. Plaats je voet tegen je knie. De voet naar, knie naar buiten gedraaid. Rustig je evenwicht. Bewaren. Zeg rustig, we moeten ook even zoeken. En een aantal ademhalingen vasthouden. En dan gaan we wisselen van zijde. Maken we de makkelijke variant bij de enkel. Voor de mensen die het makkelijker vinden. Maar dan ook, als het lukt, even het voetje optillen. Waardoor je wat meer van je balans vraagt. Maar zo kunt u ook de schouders goed laag houden. Rustig doorademen. En dan gaan we nog een keertje wisselen. Weer bij mijn knie. Pak de variant die bij je past. En dan gaan we rustig ademen. Schouders laag houden. En dan gaan we nog één keertje wisselen.
Dus met die balans goed met de knie naar buiten draaien, schouders fijn laag houden en rustig doorademen. Fantastisch. Jullie hebben net de yoga-oefening de boom uitgevoerd. En een boom die staat stil, tenminste dat denken we. Maar bomen als groep kunnen wel degelijk bewegen. In Noord-Amerika bijvoorbeeld, door de klimaatverandering, lopen bomen, of in ieder geval bossen, zo'n 1,5 kilometer per jaar naar het westen om meer regen te krijgen. En sommige soorten lopen zelfs naar het noorden, zo'n 1 kilometer per jaar. Dus als boom blijven ze weliswaar staan, maar als bos verplaatsen ze zich in de richting waar ze beter voedsel en betere temperaturen vinden. Voor in de oefening noemen ze de hartopener. We plaatsen de handen achter uw hoofd. Probeer niet tegen je hoofd aan te drukken waardoor je hoofd omlaag komt. Maar probeer hem net een klein beetje los te houden. En we gaan dadelijk met de armen naar voren komen. En dan gaan we inademen. Naar achteren, dat je goed uitstrekt. En bij de uitademing komt hij naar voren en buig je ook een beetje je romp, je bovenromp. Dus rustig heen en weer gaan, maar niet in het hoofd gaan trekken. Even pauze. En gaan we starten. Dus handen losjes, achter je hoofd. We gaan inademen. Kan die borstkas goed naar achteren. En langzaam uitademen. En inademen. En uitademen. Deze oefening kan ook natuurlijk perfect in zit. Helemaal geen probleem. Inademen. Als je maar meedoet. En uitademen. Je krult dus het wagen op en bij het inademen opbloei die longen. En uit. Proberen we mooi door de neus in. En door de mond. En door de neus in. En uit. Dan laten we de schroef zien. En de schroef kunnen we op twee manieren doen. Eentje op de stoel en eentje op de mat. Dat is voor elk wat wilt. Ik zal eerst de stoelvariant voor doen. We gaan dadelijk het linkerbeen over de rechterknie heen leggen. Vervolgens ga je met je elleboog of je arm zo tegen je been leunen. En je gaat helemaal draaien naar achteren. Waardoor je wervelkolom aan de onderzijde naar rechts draait en de bovenzijde naar links draait. Waardoor je een soort schroef krijgt. Op de rug ziet er als volgt uit. We proberen een lang zitten te zetten. We plaatsen de voet aan de andere zijde van de knie. De elleboog aan deze zijde. En nu gaan we omkijken naar de buren. En we proberen nog een klein beetje dat been door te draaien. Waardoor we een tegenstelde draaiing gaan krijgen. Dus de mensen op de stoel doen met de stoel. En ik doe hem even op het matje. Oké, probeer goed uit te strekken. En dan gaan we rekken. U mag meedoen. Kijk maar om. En draai die wervelkolom tegen elkaar uit. Alsof je een vaatdoekje uit bent aan het wringen. Rustig blijven ademen. En 3 keer door de neus in. Door de mond uit. En dan wisselen we van zijde. Mooi de voetkool bijzetten. Elleboog aan die buitenzijde. En helemaal omkijken. Rug wat uitstrekken als dat lukt. En een aantal ademhalingen vasthouden. En je voelt al waarom deze oefening de schroef heet. Want je voelt je een beetje opgeschroefd. En dan gaan we wisselen. Dan gaan we draaien. Hou maar vast. Neus in. Mond uit. Netjes. En dan gaan we naar de volgende oefening. Die kunnen we ook op de mat doen en op de stoel. Beide ga ik even voordoen, dus je hoeft nog niet mee te doen. We gaan dadelijk rechtop zitten. We gaan de armen met de handpalmen tegen elkaar zo omhoog brengen. En dan gaan we een zijwaartse buiging brengen naar de ene zijde. Dan houden we hem 3 ademhalingen vast. Dan komen we terug naar het midden. En dan gaan we rustig naar de andere zijde. En dan kan natuurlijk ook op de stoel. Een beetje het puntje van de stoel. We hebben ook daar benen langs elkaar, handen omhoog en dan gaan we de halve maan op deze manier maken.
Oké, ik doe hem even met de stoel met jullie mee. En dan gaan we lekker rekken. Zorg dat hij wel op beide zitbeenknobbels blijft zitten. En hier in deze positie. Drie keer door de neus in en door de mond uitademen. Rustig even naar het midden komen en even lang maken. En vanuit die lange positie gaan we de maan naar de andere zijde maken. En houden we in deze positie weer even de positie vast. Doe de neus in. Mond uit. Neus in. Mond uit. En neus in. En uit. En dan komen we rustig in het midden. Dan gaan we naar de andere zijde. Maak u lang. Mooie grote maan maken. En toch mooi op de zitbeenknobbels blijven. En dan komen we terug naar het midden. En een keertje een beetje naar de andere zijde rekken. Goed zo. De volgende oefening hebben we ook weer twee varianten. Eén op de stoel, dat is eigenlijk de heiligbeenmassage. Op de stoel betekent eigenlijk dat je zo een kringetje gaat maken over je zitbeenknobbels heen. En dan draai je die helemaal naar voren. Over die zitbeenknobbels heen. Nou, belasten we de rechter. Kantelen bekken achterover. Achterover blijven. En dan draai je met een holle rug van naar voren. En zo kunnen we mooi een zitvariant uitvoeren. En op de mat ziet hij als volgt uit. Je gaat dadelijk liggen. En dan gaan we een rondje draaien. Waarbij we de benen wat ruimte geven. En als we omhoog gaan, gaan we de benen wat verder buigen. Waardoor je het bovenste stukje van het heilige been masseert. Oké, we gaan starten. Draai eerst een cirkeltje rechts om. Rustig inademen. En uitademen. En in. Door de neus. En uit. Door de mond. En in. En uit. En dan ook andersom. In. En uit. In. En uit. En in. En uit. En dan wisselen we nog van zijde. In. En uit. En rust. Mooi. Volgende hebben we ook weer twee varianten. Eén op de mat en één op de stoel. We proberen ook erin te houden, dat is de kaars. Dus die gaat in 90 graden de benen omhoog. En daarbij komen ook nog de armen die ook omhoog gaan. En proberen we die schouders zo ontspannen mogelijk te houden in deze positie. En dan pakken we een aantal ademhalingen. En hetzelfde geldt voor de zittende variant. Een beetje een puntje van de stoel. Benen zijn gestrekt. Vervolgens gaan we met die armen omhoog. En dan reiken we naar het plafond. En zo krijgen we hier ook die stretch. We gaan starten. Gaan we omhoog. Rijk naar het plafond. Rustig inademen. Door de neus in. Door de mond uit. En rustig naar beneden. En dan gaan we weer omhoog. Rijk weer mooi naar het plafond. De mensen die op de mat liggen, voeten goed naar het plafond en de armen meer naar de grond. Hetzelfde geldt ook voor hun. Door de neus in. En door de mond uit. Nog een keertje. En uit. De kaars lijkt me geen makkelijke oefening. Die kost best wel veel energie. Maar een echte kaars die produceert energie. Zo'n 80 watt voor een gemiddelde kaars. Een hele grote kaars kan wel 100 watt produceren. En het lichaam produceert ook 100 watt aan energie. Als je flink inspant, zoals bij Limburg in Beweging, kan het oplopen tot 300 of 400 watt. En als je een flink sprintje trekt, tot 2000 watt.
Dus in wezen zijn we zelf als persoon enorm grote kaarsjes. De laatste oefening die we hebben heet de godinnenoefening. Het zijn niet namen die ik zelf heb verzonnen. U gaat de voeten tegen elkaar. Je maakt eigenlijk een O met de benen en een O met de handen. En dat is eigenlijk de houding die we willen gaan creëren. Een stoel proberen we daarbij goed uit te strekken. En daarbij die dubbele O, dat is maar een achtje. En een ruglig. Ziet dat dan wel zo uit. We plaatsen dadelijk een klein beetje ruimte geven voor mijn benen. We laten dadelijk de benen naar buiten gaan. U ziet, ik heb een stretchboek. Ik hoop dat dat goed gaat. En vervolgens de handen zo. Schouderbladen fijn laten rusten. En zo gaan we dadelijk de oefening uitvoeren. Waarbij we telkens proberen die benen een beetje verder naar de grond te krijgen. Waardoor we mooi een beetje ontspanning krijgen in de binnenkant van die benen. We gaan starten. Benen naar buiten. Zo met de stoel. Probeer maar die benen uit elkaar te krijgen. Waardoor we een mooie O krijgen. En hierboven ook schouders laag en ontspannen. En ademen in. En bij de uitademing laten we de schoudergordel los. En laten we de knieën los. En ademen in. En weer loslaten. En in. En uit. Even terug, even uit de positie. En dan gaan we langzaam naar buiten, voeten tegen elkaar. Handtoppen tegen elkaar. Mooie acht maken. En bij de uitademing moet je telkens weer alles loslaten, zodat het ook goed ontspant. En in. En uit. En rust. Mooi. Wij komen even staan. Eerder hebben we het over vitamine D gehad. Maar wat is nu precies het advies om extra vitamine D bij te slikken? Voor mensen met een donkere huidskleur, die weinig buiten komen of gesluierd zijn, geldt eigenlijk het advies om altijd 10 microgram vitamine D te slikken. Voor vrouwen tussen de 50 en 70 jaar geldt dat advies ook altijd om 10 microgram vitamine D te slikken. En voor iedereen boven de 70 jaar is dat 20 microgram. En we gaan dadelijk een zijwaartse rek doen. We zijn al bij de cooling down gekomen. We pakken onze arm boven ons hoofd. En we rekken de triceps in combinatie met je hele flank. En dan gaan we zo zijwaarts bewegen. Hou die maar even vast. En dan komen we rustig terug naar het midden. Maken we de andere kant aan de elleboog vast. En dan gaan we op deze manier langzaam weer rek zetten op de andere kant. En zo rek je eigenlijk de hele flank, triceps en flank gaat in één stuk door in het bindweefsel. Dan voel je duidelijk die rek doortrekken. Een aantal ademhalingen vasthouden. En dan komen we terug. En dan gaan we wisselen. Elke ademhaling laat je een beetje los, waardoor je voor het gevoel wat dieper komt. Probeer de rug zo recht mogelijk te houden. Dan gaan we nog eens best naar de andere zijde. Eerst naar het midden terugkomen. Pak de elleboog weer een beetje mee. En ga door die rek voelt. Een paar ademhalingen vasthouden. En dan gaan we nog één keer naar de andere zijde. En ook meenemen. En vasthouden. En goed. De volgende oefening die we gaan doen is het langzaam afrollen. Dat betekent eigenlijk dat we de kin op de borst gaan doen. En werveltje voor werveltje voor werveltje gaan we langzaam afrollen. Ja, nog steeds verder zitten bij de borstkas, gaan naar de onderrug en ze rollen we af en ze blijven even hangen in deze positie. En elke ademhaling laten we los. En dan rollen we op dezelfde manier, werveltje voor werveltje komen we recht. Werveltje voor werveltje
En daarna gaan we nog, net als we eigenlijk een voelbedekking zouden oprollen, zo rol je helemaal die wervelklomp op. Als je daar bewust van bent, en dan hangen we uit en in die positie. Maak als je een paar ademhalingen loslaat, dat je langzaam wat verder komt. En dan komen we ook weer langzaam terug. Waveltje voor waveltje. En dan doen we nog een keertje uit. Kin rustig op de bos. Rol verder tussen je schouderbladen door. Schouderbladen zak omlaag. Rol verder naar die borstkas. De onderrug. De heupen. En we gaan naar de grond en houden even deze positie vast. En ook bij terugkomen, langzaam terugkomen. Dan gaat het ook makkelijker met die evenwichtsorgaan. En dan gaan we naar de laatste oefening. En dan gaan we op het puntje van de stoel zitten. Een brede lang zet en dan gaan we de armen op deze manier uitstrekken. En maak je maar wel lang. En elke keer bij de uitademing probeer die nog wat langer te maken. Even in. En bij de uitademing reik naar de tegenoverliggende muur. En in. En reik maar uit. Dan pakken we even pauze. En dan gaan we nog een keertje. Strek je maar uit. Maak je lang. En elke ademhaling. Ietsje verder weer. Doe de neus in. En doe de mond uit. Even pauze. En dan gaan we nog een keertje. Strek maar uit. Maak u lang. Dus bij elke ademhaling probeer je wat korter bij de muur te komen. Mooi. Dit was de yogales van vandaag. Ik hoop dat jullie lekker lenig zijn geworden. Het evenwicht goed hebben kunnen trainen. En ook lekker ontspannen zijn door een rustige ademhaling. Want morgen gaan we weer eraan. Dus wat hebben jullie de vorige keer nodig? De mat en 2 pakken melk. Heb je nog leuke suggesties voor ons? Laat het ons dan horen via limburginbeweging@alleen.nl. Maak spas, blijf fit, tot morgen!